We hebben een windje van 23 knopen, recht voor de neus, te zien aan de windzak, daar in de hoek. We gaan vandaag een kort vluchtje maken van 224 nautische miles naar Kisimayu, langs de kust van af het vliegveld waar we nu staan, Mogadishu, richting het zuiden van Afrika. Met de Beechcraft Baron 58B. We gaan het raam dicht doen en dan gaan we vertrekken. Zo, rust. Power erop en breaks eraf en we gaan. Snelheidsmeter begint te werken, vermogen erop, richting de 85, 90 knopen en dan oké, take off, positive rates en clear gear up. Kom straks weer online. Beechcraft Alpha Charlie Echo, leaving my airspace frequency change approved. Mogadishu Tower, Beechcraft Papa Hotel, Alpha Charlie Echo frequency change. Mogadishu Center, Beechcraft Papa Hotel, Alpha Charlie Echo, is type Beechcraft, B58-4 miles southwest of Mogadishu, 2,500 feet. Request flight following. Beechcraft Papa Hotel, Alpha Charlie Echo, Mogadishu Center. Squawk 0543. Squawk 0543, Beechcraft Alpha, Charlie Echo. Beechcraft Alpha, Charlie Echo radar contact 6 miles southwest of Mogadishu, 3,100 feet. QNH29.85. Roger, Beechcraft Alpha, Charlie Echo.
Oké, we zijn op hoogte. We gaan het vermogen ietsje terugschroeven naar 30 inch. En we zetten onze RPM op 2300. Dan gaan we de EGT eventjes een klein beetje aanpassen, totdat het groene lampje weer brandt. Ja, hier dus. Dan ga je het mengsel een klein beetje terugbrengen, zodat je niet al te rijk vliegt. Dat is millimeterwerk op de meter, dus een klein beetje. Nou, oké, we hebben een airspeed van 185 knopen. We hebben een crown speed van 180 knopen. Een true airspeed van 202. Omdat we zo'n kleine 20 knopen windrecht op de neus hebben. Dus we hebben een vrij hoge true airspeed. Dat voldoende bouncen bij ons voor een korte vlucht. Dus we gaan de koers even op 230 zetten. En je hoort me straks terug. Nautical miles. Het grootste gedeelte zit erop. We hebben een ground speed van 157, een airspeed 163 en een true airspeed van 177 knopen. We hebben 23 knopen tegenwind. Dus we zijn nu, even kijken, 1 uur en 3 minuten onderweg van Mogadishu. Totale afstand wat we af moeten leggen is 219 nautical miles. Dus kan wel klappen dat we er iets langer over doen, dat de ground speed niet zo hoog is vanwege de tegenwind.
Tower Beechcraft Papa Hotel, Alpha Charlie Echo, is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Beechcraft Alpha Charlie Echo Airport is 11 o'clock, 2 tree miles.
Beechcraft Alpha Charlie Echo wind 1-9er tree at 1 tree. Clear to land runway 22. Clear to land runway 22 Beechcraft Alpha Charlie Echo. So, we staan weer op de aarde. In totaal 1 uur 24 minuten. Beechcraft Alpha Charlie Echo, exit runway when able. Mooie vlucht. Beechcraft Alpha Charlie Echo. De contact ground on 118.6. Dat we eventjes. Going to 118.6 Beechcraft Alpha Charlie Echo. Hier in één keer heel erg hard afklapt. Volgens mij staan ze ons op te wachten op het platform. Hier rechts. Dus we zullen hem daar neerzetten.
brakes on, motor and out, and we're starting. Taxi light off, strobe lights off, navigation light off, and the avionics off. 2 uur 22 minuten en 26 seconden. Tot de volgende keer.